heb nog steeds die belt in mijn hoofd. En waardoor ik zulke wedstrijden gewoon moet gaan winnen. En met veel onderscheid moet gaan winnen. Jamal Bensadik die neemt het tijdens Glory 81 in Düsseldorf op tegen Benjamin Adegboyi, de huidige nummer 2 uit de heavyweight ranking, tegen de huidige nummer 5. Vandaag ben ik bij Mike's Gym, want ik ben ontzettend benieuwd hoe het met de voorbereidingen gaat van Jamal Bensadik. De laatste partij won hij in 2018 met een win. In his nose, but that's when Sadiq's firing. Hoe gaat het er deze keer aan toe? Ik zeg, let's go! Jamal, de huidige nummer 2 in de heavyweight ranking. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Voorbereiding gaat goed, trainingen gaan goed. Ik voel me heerlijk een week van de wedstrijd. Benjamin Adegboyi, een tegenstander die je al kent. 2018 stonden jullie al eerder tegenover elkaar. Hoe kijk je terug op die partij? Wel, ik denk vooral die avond in een van mijn mooiste momenten was tot nu toe. Ik wilde zo graag op die moment nog een gooi doen naar de bel. Dus ik wist dat ik gewoon die toernooi moest winnen. En makkelijk moest winnen ook, want mijn gedachten waren al bij de titelwedstrijd. Ik bij mezelf ga gewoon een ronde vol gas geven en kijken wat er gebeurt. En al geluk heb ik hem neergeslagen. Ja. Waar liggen zijn zwakke punten? Ik denk dat niet zozeer zijn zwakke punten is, maar ik denk dat hij ook niet beter wordt dan wat hij toen was. Ik onderschat natuurlijk niemand, maar ik denk dat hij gewoon zijn top al heeft bereikt en dat gewoon echt zijn top is. Ik denk dat juist het verschil maakt en waar mijn sterke punten liggen. Maar nogmaals, het is een sterke tegenstander die altijd bovenaan vecht en die dat daar al geruime tijd is, altijd een gooi doet naar die belt. Dus een beetje hetzelfde mindset als mij. We willen altijd voor die belt vechten en dat zijn de gevaarlijkste tegenstanders. Gevaarlijke tegenstander heeft ook onder andere Badahari deze laatste partij gewonnen. Kijken daar dan ook anders naar als je dat soort partijen dan ziet van een tegenstander? Nee, ik denk dat elke wedstrijd anders is. En een wedstrijd kan soms raar lopen waar je in het begin wint en nadien verliest, heb ik al zoveel keer meegemaakt. En elke wedstrijd is anders. Ik focus me gewoon op mijn wedstrijden, hoe dat ik die vecht en hoe dat ik het zie. Wat ik meeneem van mijn laatste winst tegen Benjamin is uiteindelijk gewoon de winst, want ik heb die avond gewoon gewonnen. Maar nogmaals, hij zal gebrand zijn om deze rematch te winnen en waarvoor ik natuurlijk moet uitkijken. Want ik wil straks weer een stap verder gaan, want ik heb nog steeds die belt in mijn hoofd. En waardoor ik zulke wedstrijden gewoon moet gaan winnen en met veel onderscheid moet gaan winnen. Hij gaf zelf aan, dit is de belangrijkste partij tot zover uit zijn carrière. Dus de druk ligt voor een deel ook zeker bij hem. Hoe zorg je ervoor dat jij gefocust blijft ook? Want jij hebt natuurlijk ook nog steeds die belt op het oog. Wel, ik denk dat er niet echt een bepaalde druk op mij zit. Echt, het verschil tussen nu en vroeger is dat ik met in mijn hoofd van, ja, ik heb nu 6 of 7 weken voorbereiding. En er is niet meer sprake van een voorbereiding of ik heb 9 weken of 10 weken. Ik ben gewoon elke dag kaart aan het werken. En dat juist mijn sterke punten zijn. We hebben samen als team een doel voor ogen. We willen die belt gaan veroveren zo snel mogelijk. En dan moet zo wedstrijden gewoon gewonnen worden. En jammer genoeg, ja, maar zulke tegenstanders moeten gewoon aan de kant geschoven worden. Nog een laatste woordje voor de fans uit Nederland, België, Marokko. Ik hoop dat ze allemaal komen kijken. Ik denk dat de vakantie erop zit. Genoeg vakantie. En nadien kunnen ze weer nog een keer op vakantie gaan. Maar iedereen 20 augustus gewoon komen naar Düsseldorf. Wordt sowieso een spektakelwedstrijd. Beloofd. Heel veel succes. Dankjewel.